en welkom bij een nieuwe vlog hier op It's Ultrax, de enige echte. Het is donderdag vandaag en nog één dagje en dan ga ik weer weekend gelukkig. Vandaag weer gewerkt en het weer is nog niet echt best, maar het is gelukkig droog en dat scheelt wel een hoop, want het is echt nu winter aan het worden, of nou ja, in ieder geval herfst is het aan het worden. Ik gooi even gelijk het licht uit. Zo, ik moet gelijk alle licht aandoen. Dus vandaar. Ik ga zo even hapje eten. Mijn moeder heeft al gebeld, dus het is kort over 6. Dus ik ga eens even lekker hapje eten. En dan zie ik vanavond wel wat ik ga doen. Ik wil misschien nog een livestream opnemen, maar ja, dat zei ik eergisteren ook. En toen kwam het er weer niet van. Dus ik beloof niks vandaag. Ik ga dat wel zien. Ik ben gisteren naar Joost geweest. Was super gezellig. En was super gezellig met Vincent, de slaapkop. En met Ramon. Was ook super gezellig. En ik heb zelfs nog diezelfde avond nog alles geëdit. Dus nou, ik vond het wel een leuke en geslaagde vlog geworden. Dus wat dat betreft, ik hoop dat jullie het denk ik ook wel leuk vinden. Dan heb ik nog een mededeling. Ik vlog met niemand meer buiten mijn kennissenkring. Dat heb een reden, waarom zeg ik even niet. Maar er komen geen vlogs meer in mijn kennissen. Ten eerste word ik 300.000 keer uitgenodigd. En als je dan een vlog wil opnemen, dan is er niemand thuis. Dus ik kap ermee. Ik kap ermee. Ik vlog alleen met de mensen die toevallig met me mee zijn. Nou, dat zijn meestal Joost, Ramon, Kevin. Voor de rest, ja, nou ja, dat waren ze eigenlijk al een beetje. Ja, Vincent af en toe wel eens. Tessa, of heel af en toe. Maar dat zijn eigenlijk wel een beetje de namen met wie ik omga en persoonlijk ook ken. En waar ik dus ook mee chat. Of waar ik ook dus mee livestream. Waar ik dus ook mee vlog. Zo, dat komt er moeilijk uit, zeg. Ja, hallo jongens, het is bijna einde van de week. Ik ben ook een beetje moe, hè? Ik ben ook een beetje moe. Heb een beetje rekening met mij, hè? Heb een beetje rekening met mij. Hé, dit is wel een mooie punt. Licht. Kijk, is wel licht. Dus het gaat weer helemaal nergens over deze vlog. Het gaat gewoon weer helemaal nergens over. Hij is zo slecht. Hij is af en toe zo slecht, die Marco, hè? Dus, nee, maar ik heb net eventjes nog wat dingen gedaan en twee minder leuke dingen gehad. Wat ga ik niet zeggen. Daar heb ik mensen te veel credit voor als ik vertel wat hetgeen is wat niet leuk is. Geef ik die mensen te veel aandacht en die verdienen dat gewoon niet. Dus vandaar. Ik zie gewoon weer even lekker te roken in mijn vlog. Ja, sorry hoor, maar af en toe dan moet het gewoon even. Ik ga even mijn schoenen aantrekken. Dan ga ik zo even een hapje eten, want ik heb best wel honger. Toen ik de hele dag weer buiten geweest. En weekend weet ik ook nog niet zeker wat ik ga doen. Ik denk dat het een lekker rustig weekendje wordt. En dat is ook niet erg. Want een lekker rustig weekendje is ook wel eens fijn. Ik heb een paar hele drukke weekenden gehad natuurlijk met Feyenoord. Met eerst Openluchtmuseum, toen Feyenoord 's avonds. Vorige week zaterdag weg geweest voor de laatste training van Feyenoord. En zondag de wedstrijd tegen Ajax. Dus ik heb een paar weken, een paar drukke weekenden gehad. En ik ga nou even een beetje rustiger aandoen. Dus vandaag. Nou, ik ga even lekker een hapje eten en dan spreek ik jullie allemaal dadelijk weer. Tot zo! Zo, en het is inmiddels 7:15. En ik ben weer terug. Even lekker gegeten bij mijn moeder. En ik ga het vanavond nog even kijken wat ik doe. Ik weet nog niet zeker of ik ga livestreamen.
Ik ben er nog niet over uit wat ik ga doen. Ik zie het wel. Ik houd hier wel lekker rustig vanavond. En dan gaan we zien wat de avond brengt. Hebben de katten eten gegeven. En ik ben lekker thuis. Ik ga zo. Ik heb de deur al op slot gegooid. Even de gordijnen dicht doen alvast. En nou ook een lekker rustig avondje. Misschien ga ik nog even de livestream aangooien. Maar dat zien we dadelijk wel, joh. Dat zien we dadelijk allemaal wel. Ja, toch? Niet dan. Dus vandaar. Dus nou, ik heb niet veel te melden vandaag. Dus ik ga het maar weer neerleggen. En dan, dan horen jullie dadelijk wel of ik gestreamd heb, ja of nee. We gaan het allemaal wel zien. Groetjes, tot zo. Zo, en ik heb net toch gelivestreamd. Ik had een 2 uur durende livestream. Joost was wat eerder weggegaan. En ik heb het in totaal 2 uur volgehouden. Het was even, was niet echt druk, was heel rustig. In de sessie niet, er waren best wel veel spelers waren er. Maar die deden niet veel, maar hebben ze in ieder geval vanavond niet lastig gevallen. Dus ik had, wat dat betreft, had ik best wel een vrij rustige livestream van vandaag. Ik ga zo naar mijn bed toe, ik ben eigenlijk wel zat. Het is ongeveer 11:05 en... ik heb het eigenlijk wel weer gehad voor vandaag. Ik ben het eigenlijk wel weer beu. Ik ga lekker mijn mandje in. Morgen nog 1 dagje werken en dan is het weer weekend. Dus lekker vroeg mijn bed in. En, kan ik nog even wat wat uurtjes slapen. Want ik had gisteravond ging ik laat naar mijn bed toe. En toen kon ik niet in slaap komen. Ik heb echt nog een paar uurtjes leggen woelen en leggen draaien. Waar het door komt, weet ik niet. Maar ik kon niet in slaap komen op de een of andere rare manier. Ik heb er normaal nooit last van. Normaal ga ik altijd naar bed en dan val ik als een blok in slaap. Maar ja, je hebt af en toe wel eens van die momenten. Het zal iedereen wel een keer overkomen. Dus ik zei er net ook al in de livestream, zei ik er net al van, dat als er weer nieuw nieuws is over de datum, dan krijgen jullie dat natuurlijk uiteraard op mijn kanaal te zien en te horen wanneer de datum is voor de 12 uur durende livestream van 12 uur 's middags tot 12 uur 's avonds. Ik zie ook dat de batterij van mijn camera bijna leeg is, dus ik denk dat ik hem vanavond ook gelijk maar eens even in de oplader gooit. De camera, de batterij is bijna leeg. Ik heb toch wel aardig lang gefilmd ermee. Dus het mag wel weer eens eventjes, hè. Het mag wel eens weer eens even. Ja, ik heb verder niet veel meer te melden. De poesjes zijn weer lekker aan me om het heen aan het dingen. Ze doen ze ook wel eens. Dan ben je wel eens druk bezig met die computer en zo, weet je wel. En dan, gaan die katten lopen moren. Dus ik had al een paar keer gezegd van, joh, Dribbel, schijn er nou mee uit. Mokito ook niet zo last van. Maar Dribbel, die loopt al wel eens om aandacht te vragen, terwijl ik dan even druk bezig ben. Dat geldt hetzelfde voor de mensen in de chat. Ja, sorry jongens, het kan af en toe wel eens even zijn dat ik niet gelijk reageer. Of dat ik pas 10 minuten of 20 minuten later reageer. Maar ik ben af en toe ook wel eens druk in de chat. Of druk met het spel bezig en dan vergeet ik de chat wel eens. Ik lees echt waar al jullie berichten. Dus heb er een beetje begrip voor. Ik hoop dat jullie er begrip voor hebben. Zal best wel natuurlijk. Dus vandaag. Nou, ik ga lekker naar mijn bedje toe. Ik denk nog wel eventjes dat ik deze film, deze vlog even ga editen. Nog eventjes. Dan hoef ik dat morgen niet te doen. Is dat allemaal weer netjes gedaan. En daarna ga ik lekker slapen. Dan ben ik het wel weer, zat en dan vind ik het wel weer welletjes voor vandaag. Nou jongens, in ieder geval iedereen bedankt voor het kijken naar deze vlog. Doe even een blauwe duimpje de lucht in. Als je nog niet geabonneerd bent, abonneer op mijn kanaal. En ik zie jullie morgen weer bij een nieuwe vlog, hè. En druk bovenaan op dat belletje. Dan krijgen jullie elke keer een berichtje als er weer een nieuwe video van mij online is. Een nieuwe vlog, een nieuwe livestream. Wat dan ook, dat krijgen jullie dan weer te zien. Nou, ik bedank jullie allemaal voor het kijken. En ik spreek jullie allemaal morgen weer. Groetjes. En bye bye. En skabadi, skabadoe, skabadabadoe. Oef.